De nieuwbouw van ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad begint een jaar eerder dan gepland. Op 1 januari 2026 moet de eerste schop de grond in. Nou is dat natuurlijk een hele exacte planning die we afgeven. Dus daar zal vast wel iets marge in zitten. Maar we houden er wel strak aan vast. 26 start, 28 oplevering. Want hoe komt het dat er een jaar sneller kan? Ja, maar elke jaar dat wij eerder kunnen werken aan die droom om hier een nieuwe zorgcampus te realiseren, dat is weer een jaar mooi meegenomen. En als de plannen af zijn, dan kan er ook gewoon gestart worden. Het plan is om het nieuwe ziekenhuis te bouwen op de plek waar nu het parkeerterrein is. En als de nieuwbouw gereed is, dan wordt het bestaande gebouw gesloopt. En daar herrijzen dan andere gebouwen die dan bedoeld zijn voor andere typen van zorg. Zoals bijvoorbeeld ouderenzorg of een huisartsenpraktijk of gehandicaptenzorg. Een zorgcampus. En die zorgcampusbouw in het huidige ziekenhuis is volgens Sint-Jansdal geen optie. Het huidige ziekenhuis is te groot. Ontzettend verouderd en ook niet energetisch. Dus waar wij naar streven, dat is een goed functionerend nieuw ziekenhuis, waar de zorgprocessen heel goed op elkaar afgestemd zijn in het gebouw. En natuurlijk ook een hartstikke duurzaam gebouw. Want wat er nu staat, dat voldoet eigenlijk niet meer? Nee, dat voldoet niet meer. Dat is te groot en uiteraard wordt daar nu nog uitstekende zorg in geleverd. Maar het gebouw, dat houdt te wensen over. Het nieuwe ziekenhuis moet wel in lijn zijn met het huidige gebouw. De gemeenteraad van Lelystad wil dat de kenmerkende elementen van het ziekenhuis bewaard blijven. We hebben een prachtig rapport gekregen van de erfgoedcommissie, waar we ontzettend veel mooie elementen uit kunnen gebruiken. En als wij zometeen de architect geselecteerd hebben en aan het werk zetten, dan zal dat zeker onderdeel van de opdracht zijn. Zorg dat de herkenbaarheid van het ziekenhuis voor Lelystad geborgd blijft. Het nieuwe herkenbare ziekenhuis moet in 2028 opgeleverd worden.